nieuwe serie hier op mijn kanaaltje. En vandaag, zoals jullie zien, spelen we een potje hardcore team deathmatch op de map Redwood. En, fucking jou, wat deze serie inhoudt, is dat ik in hardcore een nuclear moet halen. Dus het is eigenlijk gewoon een rode nuclear, alleen iets moeilijker in hardcore. Waarom ik het in hardcore doe, is omdat het eigenlijk ook wel ietsjes makkelijker is. Omdat punt 1, je heel makkelijk enemies kan killen. Echt. Oh, zoals je ziet had ik hier alweer bijna een triple. Maar dit is al even de allereerste aflevering om het een beetje uit te leggen hoe alles werkt. En we gaan het gewoon proberen in zo min mogelijk afleveringen te halen. Dus ik speel vandaag ook met de Razorback. Met een Elo Sight. Grip. Of Extended Max. En Rapid Fire. We gaan dus gewoon kijken hoe snel het gaat duren voordat we een nuclear en hardcore hebben natuurlijk. Zoals je weet, je kan door teammates gekild worden. Ik weet niet of je streak doorgaat. Of als je door teammates gekild wordt, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus misschien hebben ze dit jaar er wel ingebracht. Dat wanneer je hardcore speelt en echt gewoon 15-0 gaat of zo. En je teammates killen je dan ook echt 15-0 blijft gaan. Maar dat je wel opnieuw inspant, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Het is alleen wel heel erg rustig. Ik speel met Streets UAV, Count UAV. De hater, wel non-lethal gewoon. Oh, een turn-on in hardcore. En ik speel met Vision Pulse. Kut. Zodat ik weet dat ze dadelijk hier aankomen ofzo. If you know what I mean. Kijk, ik heb al een counter UV. Ga nu dus door voor de hater. En dan ga ik dood. Laat maar. Never mind. Never mind. Dat ging dus even niet door deze hater. Als je eenmaal de hater hebt in deze game mode. Dan gaat het lekker, laat maar zeggen. Laten we het erop houden. Zodra je de hater hebt. Heb je een hele grote kans om de nuclear binnen te halen. Dan moet je er of niet genaaid worden door je teammate. Of bullshit hebben. Vandaar dat je in dit spel eigenlijk ook best wel afhankelijk bent van je teammates in deze game mode. Want als er een retard is die je gewoon doodknalt, ben jij de lul. Zo simpel is het. Zo simpel is het gewoon. Dat maakt het moeilijk aan deze serie. En dat maakt hem ook gelijk wel leuk, vind ik. Ik weet niet of jullie dat ook vinden. Laat even in de comments achter of jullie dit een leuke serie vinden. Ik heb het nog niet ergens gezien of zo. Volgens mij. Oh, sorry teammate. Oh, ik voel me schuldig. Kijk. Geef hem nou gewoon. Kijk, dit bedoel ik dus. Geef me gewoon payback. LOL! Nou, het zal wel. Sorry jongens. Het spijt me. Wauw. Ik word gewoon gepaybacked. Dude, dan moet je geen hardcore gaan spelen als je niet tegen kan dat teammetje killt. Ik had gewoon zo'n reflectie. Oh. Fuck my life. Als dit gebeurt om een 20 plus 3 of zo, hè. Oh. Ik word zo mad. Kom maar. Het is maar één kogel die je gewoon moet raken. Hier zie je one shot, one kill. Kun je nagaan. Nee, maar je ziet ook niet. We staan tenminste voor. Ik ben level 209. Dat heb je ook wel gezien in de video van zondag, geloof ik. Ik kom achter me, moet wel. Nee, ook niet. Huh? Nu ben ik getagd. Ik was getagd. Laten we daarop houden. Ik was getagd. Wow man, hoe kan ik dit overleven? Ik speel ook met Dead Silence. Kom op jongens. Ik denk, deze eerste aflevering kunnen we niet halen, maar ik denk, mijn gevoel zegt dat het niet heel erg lang gaat duren voordat we hem halen, jongens. Ik denk dat we hem best wel snel kunnen halen. Teammate, jongen. Fucking retard. Kijk, dat moeten we teammates niet doen, want hier gaat het ook gewoon tot de 100.
Dus dat is wel fijn, hè. En gewoon, ik geef je ook als tip. Als je hardcore speelt, zet geen killende scorescreens aan. Want als je 3 teammates killt, ben je eruit. Dan word je gekikt. Kan je geen potje meer vinden. Althans, kan je niet meer in dat potje komen. Moet je een nieuw potje vinden. Dus zet gewoon non-lethal streaks. Zoals UAV, counter UAV en een hater. Of een raid of zo. Die echt alleen op de enemies afgaat. Maar geen streaks die je zelf moet besturen. Servers kunnen ook nog wel, maar is risky. En ik zag hem dus niet. Kijk, er zijn dus al 2 mensen gekikt. Zullen we zien? Of hij is gekikt, dan staat er left the game. Dus we spelen gewoon in een plannetje. Ik ga de volgende aflevering nog wel 1 keer met de Razorback spelen, dat wel. Ik denk dat het wel een hele chille setup is. En dan ga ik gewoon daarna een beetje afwisselen met classes. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Wel echt een beetje chille OP klasse. Oh, fucking shit. Als ik hem had erbij had gehad, dan had het wel even mooi geweest. Maar je ziet natuurlijk niks, dus het is best wel leeg nu om in de video. Je ziet alleen mijn facecam en de gameplay. Normaal zie je linksboven nog een minimap. En natuurlijk hoeveel het staat, mijn ammo rechts. Dat zie ik natuurlijk ook niet. Kut, daar had ik even niet bij nagedacht. Je ziet natuurlijk ook niet hoeveel het staat. Dat is wel belangrijk. Dan moet je echt op start drukken. Ja, dan gaan we daar... Oeh. Teammate, rot op. Sponsor naar... Waar de fuck zijn enemies? You, we moeten nog 2 kills. We zijn begonnen. Ja, hallo, enemies. Oké, we hebben dus gewonnen. Dit is dus het eindscore, 24-7 op dit moment. Maar, mocht deze serie natuurlijk weer leuk vinden, laat dan even een blauw duimpje omhoog online. Of achter. Deze serie komt ongeveer 1 keer per week online. Samen met de Road to Quad Tempest feed. Dus, vergeet natuurlijk niet gewoon mijn andere video's op mijn kanaal te checken. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie terug te zien bij de video's van deze aankomende week. Jongens, zal ik altijd zeggen. Doei!